Het familiepark De Efteling bij Kaatsheuvel heeft in dit seizoen ook de wat oudere bezoekers iets nieuws te bieden. Er is namelijk een rondvaartsysteem in gebruik genomen met in totaal 40 overdekte bootjes die aan een kabel in rustig tempo worden rondgetrokken over de grote siervijver en door speciaal gegraven kanalen. Een tocht van 20 minuten. Behalve deze gondoletta is er als meest opvallende nieuwe attractie de Python. Een soort reuzenachtbaan die in Europa zijn weerga niet kent. Over een lengte van bijna 750 meter raast een slangachtig treintje met 28 passagiers over de baan. Waarbij onder andere twee complete loopings worden gemaakt. De wervelende rit duurt ruim 2 minuten, waarin de passagiers de wereld op zijn kop te zien krijgen. Een ritje met de trein is bij de entreeprijs van het park inbegrepen. De Efteling mikt met deze nieuwe superachtbaan vooral op een publiek van jongeren en jonge volwassenen, die tot dusver niet tot de grootste bezoekerscategorie behoorden. De belangstelling voor de Python was al van de eerste dag af bijzonder groot. De passagiers moeten, zodra ze op hun plaats zitten, een veiligheidsbeugel over de schouders trekken. De trein kan pas vertrekken als alle schouderbeugels zijn vergrendeld. Een kettinglift trekt de Python uit het station via een helling van 25 graden naar 30 meter hoogte. En vandaar gaat het op eigen snelheid en zwaartekracht verder. Twee gewone en twee kurkentrekkerloopings tegemoet. Deze unieke achtbaan en de andere vernieuwingen zal de Efteling niet alleen bezoekers uit Nederland trekken, maar zeker ook uit de nabuurlanden België, Luxemburg en West-Duitsland.